Goedemiddag allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. In de vorige aflevering hebben we een hele harde steen op onze hoofd gehad. Hebben we dus onze eerste 30 pakken gekregen en zijn we dus uit de cave gegaan met ik weet niet hoeveel awesome stuff dat we wel niet hebben gevonden. Ik haat zombies. En in deze aflevering gaan we dus kijken wat we allemaal met die awesome stuff kunnen maken. Nou, we hebben ook een banner gevonden. Banners die hebben dus een hele kleine kans om dus zeg maar te droppen van vijanden. 0,5% kans om precies te zijn. Dus dat betekent om precies dit dat we 1 op de 200 kans hebben dat er dus zeg maar een banner dropt. En als we een nieuwe banner vinden, komt die dus zeg maar bij onze storage room. Zombies kloppen op de deur. Die negeren we gewoon op dit moment heel eventjes. Want we gaan kijken of we nou eindelijk een nieuwe stuff kunnen maken. Nou, wat heel belangrijk is, is dat we dus als eerste een furnace gaan maken. Ik zie hier onze furnace al staan. 20 steen, 4 hout, 3 toortjes. Gewoon klik en we hebben er één. Zo. Mag ik even? Mag ik? Dank je. Nou, op het moment dat we dus onze furnace hebben, kunnen we dus gaan kijken naar de bars die we kunnen maken. We hebben hier lood. Eens kijken hoeveel dat we kunnen maken. Wow, we hebben echt heel erg veel lood. Dat is geen lood. Oké, we hebben 67. Dat is zeker goed. Tungsten. 37. Decent. En goud. 8. Dat maakt 16. Nou hoop ik dat we dus zeg maar een golden pickaxe kunnen maken. Maar daarvoor hebben we dus zeg maar eerst een anvil nodig. En ja, we kunnen dus ook zeg maar een gouden kaars maken en alles is allemaal van onzin. Maar ja, we kunnen het maken en dat maakt het eigenlijk best wel grappig. Oké, ik ga eerst eventjes kijken, want een anvil die zag ik hier toevallig al staan. Dat is ook nodig om dingen weer te kunnen bouwen, zoals nieuwe wapens. Dus laten we die gelijk plaatsen. En dan zien we dus gelijk dat we een heleboel nieuwe stuff kunnen maken. Nou, in deze let's play ben ik van plan om een huisje te maken, zeg maar, van de equipment die we al gebruikt hebben. Dus stel je voor dat we pakken een nieuw zwaard, dan gaat dit zwaard niet te verkopen. Maar dan komt hij mooi aan de muur te hangen. Tot we dus zeg maar een soort van idee hebben. Dat we dus zeg maar vroeger dat wel gezien hebben. Of dat we dat wapen wel toen gebruikt hadden. Dus zeker leuk om dat zeker gewoon mee te nemen. Wat ik ook heel erg leuk vind om te doen is om ook te gaan zorgen dat we een NPC huisje gaan hebben. Dat is onze storage room. Hier gaat zeg maar de gebouw opkomen tot Brian eindelijk een huis heeft. Want die woont nog steeds daaronder. Dat is niet echt de bedoeling. Dus laten we zelf even gaan kijken wat we kunnen upgraden. We staan nog bij de anvil. Kan ik een gouden pickaxe maken? Ja, die kunnen we maken. Pickaxen die verkoop ik wel gewoon net zoals bijlen en hamers. Anders kunnen we alles wel op een muur gaan hangen. Het zwaard krijgt wel een speciale plek. Dus dan zijn we daar ook van op de hoogte. Goed, even kijken. Deze die noem ik eventjes potions. Potions. Zeker heel erg handig om even onze potions allemaal erin te kunnen steken. Dus ik en de tweede, dat wordt potion ingrediënten. Dat zou ik eerst eventjes doen. En dan knip ik heel eventjes naar voren toe. Even kijken, potion. Trouwens, die noem ik gewoon ingrediënten. Ingrediënten. Zo. En dan doe ik heel eventjes mijn inventory heel eventjes organiseren. En dan zie ik jullie terug in een seconde. Oké, nou, mijn inventory is op dit moment weer eventjes goed gelegd, zoals we dus nou kunnen zien. Ik heb eventjes hier zeg maar alles van bouwen gedaan, zoals de stenen en het zand. Hier hebben we dus zeg maar nog steeds materialen en de zooi die we willen verkopen. Resources hebben we hier staan. Ik heb hier de potions natuurlijk allemaal en de potions ingrediënten die staan daar. Goed, nou wil ik heel eventjes gaan kijken wat we allemaal wel niet kunnen maken. Ik weet dat we zeker eventjes een chain willen maken. Die willen we hiervan maken, dus dan eventjes een chain. Hoppakee. En als ik me niet vergis, en dat doe ik heel erg vaak, dus daar moet ik mee uitkijken, hebben we een sawmill nodig. En met een sawmill kunnen wij zeg maar de wapenracks en de dinges maken die we dus zeg maar nodig hebben voor ons leuke idee voor een huis. Maar ook heel erg belangrijk, een loom. En een loom die kunnen we dus zeg maar gebruiken om silk te maken van de spinnenwebben die we hebben gevonden om daar later een bed van te maken. Dus zeker handig om die ook bij ons te hebben. Nou gaan we heel eventjes kijken of ik een beter zwaard kan maken als ik een tungsten zwaard kan maken. Juist, tungsten broadsword. Dus de eerste soort die we dus in een wapenrek gaan doen is de wooden soort. En er komt ook een wall of comment zoals ik al zei, die komt in aflevering 6. Maar daar ga ik me nou nog niet heel erg druk over maken. Dus die wil ik eventjes zeker hebben. En dan ga ik eens heel eventjes kijken of ik mijn defense kan increasen. Nou ja, ik heb maar heel weinig tungsten, dus ik denk dat we alleen zeg maar de schoenen eventjes gaan veranderen. Want dat is een set bonus van 1 defense en daarom krijgen we dus die ene defense. Maar voor de rest geeft dat ding eigenlijk niks. Dus ik ga heel eventjes kijken. Ik kan Greaves maken. Die geeft 3 defense, 2 defense. 25. Oké. Zo, dat maakt al een beetje een andere look. Deze die gaat dus bij onze mannequin. Ik ga heel eventjes kijken hoe ver dat we kunnen komen. Want anders ga ik gewoon van iron ook nog eventjes maken. 30, ja, gewoon doen. Zo.
En ook nog een LED helmet, kan dat nog? Ja, dat kan ook nog. Mooi, 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 mooi. Dus dan kunnen we zeg maar ons huisje gaan maken voor onze belangrijke personen. Ook vind ik heel erg belangrijk om even een heavy workbench te maken. Zodat we de eerste verdieping kunnen maken voor onze NPC. Zodat Brian eindelijk een huis gaat hebben. Dus daar wil ik eigenlijk aan gaan beginnen. Dus ik zie er nou heel anders uit zoals jullie zien. Fiverr, die vindt het een beetje eng. Fiverr, ik ben het hoor. Fiverr, je vindt het niet eng hè? Fiverr, je bent me toch wel vergeven. Je hebt het nou toch wel vergeven van aflevering 1 en Fiverr. Oké, ik hoop het wel. Nou, dan hebben we onze stenen nodig. Met onze stenen gaan we eventjes langs onze heavy workbench. En dan kunnen we dus zeg maar een hele mooie soort steen maken. Als ik hem niet... Ja, de stone slab. 100 zal wel genoeg zijn, denk ik. Hoop ik wel. En wat ik dan wil doen is, ik wil een houten plateautje maken. Om eigenlijk te zijn, om precies te zijn, 4. En het mooie van die plateautjes is, op het moment dat je erop staat, kun je er dus zeg maar doorheen vallen door op beneden te drukken. Kijk, heel simpel. Poef, heel makkelijk. Zeker handig om dat dus zeg maar een paar keer te maken. Dit doe ik even aan beide kanten, zodat we makkelijk de huizen in kunnen van de NPC's. Nogmaals, dit wordt niet ons eigen huis. Dit wordt echt puur het huis van de NPC's. Nou hoop ik dat ik goed heb gemeten wat betreft... even kijken, 3, 4, 5... 6. Nou hoop ik dat ik goed heb gemeten wat betreft de NPC's huis. Want elke verdieping mag dus van mij 4 NPC's dragen. Dus dan gaan we nou heel erg simpel tellen. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muur. Dus hier komt de muur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muur. Hier komt de muur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muur. 1. Oh, dit gaat niet goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, komt net goed uit. Oké, ik heb wel goed geteld. Dat is heel erg belangrijk. En... wij nemen even wraak op die slime. Hoe durf jij? Slime? Oh, nee, je gaat niet die andere lastig vallen. Daar sta ik niet toe. Daar sta ik niet toe. Oké, nou. Deze die kunnen wij dan heel eventjes weer terugpakken. Want één rij van gewone muur is meer dan voldoende. Hier moeten deuren tussen komen. En ik heb helaas niet genoeg iron, denk ik. Om zeg maar zoveel... ik weet niet hoeveel iron dat het kost. Volgens mij kost het 2 iron per deur. Ik heb nog net genoeg iron, want we moeten toch nog dadelijk terug weer in die dungeons om te gaan exploren. Maar dat gaan we dan op een iets faster pace doen, dus daar hoeven we ons niet zorgen over te maken. Ik heb nog maar 1 led bar, dus ik denk niet dat we echt nog... ja, dan moeten we echt weer op zoek naar deuren gaan. Dus op dat moment moet ik het maar heel eventjes gaan doen met houten deuren. En we hebben nou 9 defense. Wat krijgen we hiervan? 4 melee speed en 4 damage. Dus op zich 12 damage. Tuurlijk een slow one. Dankjewel spel, je bent echt oh zo vriendelijk. Laat ik eerst eens heel even kijken voor een achtergrond, want die moet daar natuurlijk ook bij passen. En als ik me niet vergis, kunnen wij een hele mooie achtergrond maken. Ja, dat is deze om precies te zijn. Dus gewoon eventjes helemaal opvullen zo. En dan doen wij dus hier heel eventjes de achtergrond plaatsen. Zo, ja. En dan kan ik jullie eventjes vertellen wat dus zeg maar echt de requirements zijn voor een NPC-huisje. Achtergrond is belangrijk, de ruimte is belangrijk, dus 7 bij, wat zei ik, 5 hoog. Dus ja, eigenlijk 6 hoog, omdat er moet ook een plafond in zitten. Licht is belangrijk en er moeten 2 luxe items in zitten. Nou, wat valt onder luxe items? Dat ga ik jullie nu laten zien. Wat dus onder luxe items valt, is bijvoorbeeld, ja, het meeste wat je eigenlijk kan gebruiken, dat zijn dus bijvoorbeeld tafels. Dus wij pakken even 4 tafels. We pakken even 4 stoelen. Ik vind het jammer dat we houten, houten deuren nou eventjes moeten gaan gebruiken. Maar ja, we hebben helaas geen keuze. Dus we doen gewoon eventjes de houten deuren. En belichting is dus heel erg belangrijk. Dus we doen eerst eventjes ervoor zorgen dat er hier wat licht is. Zodat de nieuwe mensen die hier komen te wonen, zeg maar, wel kunnen zien wat ze aan het doen zijn. Zo, die autocontrole mag even uit. Dan moet er hier overal een tafeltje in komen. Oké, zo, daar eentje. Hier eentje. En hier eentje. En dan kunnen we dit even de stoeltjes erbij, zo. Moet wel knus worden natuurlijk, hè, voor onze goede NPC-vrienden. En Brian, die heeft ons al een beetje geholpen. Dus Brian, die zou eigenlijk een beetje, zeg maar, een speciaal huisje moeten krijgen. Maar ja, daar hebben we nou helaas een materiaal aan die voor. Dus Brian, die moet het er maar mee doen. Nou, ons huisje is af. Nou, en als we dan gaan kijken bij Equip, dan kunnen we housing kijken. En als ik dan zeg van, nou, ik wil hier bijvoorbeeld Brian hebben, dan gaat Brian voortaan in dit kamertje wonen. En zo hebben we dus nog ruimte voor 3 anderen die dus random zouden spawnen. Nou is het heel erg belangrijk dat we dus zeg maar een heel mooi huisje gaan maken voor onze NPC's. Dus of voor onze equipment die we dus zeg maar hebben gevonden. Fiverr, waarom sta je daarboven? Fiverr, nee. Fiverr, dat is voor een ander. Ja, jij loopt gewoon met mij mee. Dit is niet jouw huis. Goed, dus wat we gaan doen is we gaan heel eventjes het mooie vlak maken. En dat doe ik eventjes onder het mum van een overheerlijke
fast forward, zoals we dat gewend zijn in momenten dat we dus zeg maar eventjes dit soort dingen doen. Dit wordt dus zeg maar echt een hele mooie bouwaflevering, tot we dus zeg maar zeker het heel erg mooi gaan maken, zodat we dus zeker genoeg ruimte hebben voor alles, voor de Wall of Comments bijvoorbeeld. We gaan echt heel veel leuke dingetjes erbij gooien, dus editor, gooi de fast forward er maar in. Oh, eventjes hier, Edmund the Merchant has arrived, dus we kunnen nu eindelijk dingen kopen. Dat is eigenlijk best wel handig. Oké, nou, deze moet allemaal weg. Als het goed is, kan ik die ook verkopen, dus dat is wel makkelijk. Maar even weer terug naar de fast forward. Ja, eventjes inderdaad een fast forward van hier tot het begin. Ik bedoel, die berg moesten we opmaken, was een behoorlijke wei. Maar ja, dan hebben we een beetje een vlak terrein en ik denk dat we nou wel genoeg hout hebben om een huis te maken. Dus eventjes weer even in de duisternis. Ik zal hier eventjes dan de torch plaatsen. Dat is makkelijk. En ik ga proberen hier nog heel eventjes een beetje, gewoon een paar. Ik ga offscreen, kijk, dit helemaal opvullen tot het één grote rechte wereld wordt, zeg maar. Of ja, rechte plek. Ach, hij zit vast. Dat is niet mijn bedoeling. Sorry. Hier, ga er maar uit. Ik hou het toch wel tot en met hier. Dus het beste plekje waar dat we eigenlijk dit zouden kunnen gaan bouwen is... Ja, ik wil... Dit is een af... Dit is echt een bouwaflevering, jongens. Sorry daarvoor. Maar ja, het wordt een leuke bouwaflevering. Tenminste, dat gaan we wel gewoon proberen. Dus ik zal eens even... Oeh, weer een ster. Ondertussen zijn er trouwens een paar NPC's gespant. Zoals ik al zei, dus we hebben dus de shopkeeper. We hebben Edmund, de shopkeeper... En we hebben Kyla de nurse. Shut up! Oké, ja. Wisten tot die grap van Markiplier zou komen op het moment dat er een nurse zou komen. Maar goed. Buiten dat, denk ik dat dit een hele mooie locatie is om zeg maar ons huis te gaan bouwen. Ons herinneringshuisje van het spul wat we dus allemaal gaan maken. Dus laten we heel eventjes dit gaan bouwen. Dat lijkt me heel erg leuk om dat samen met jullie te gaan doen. Dus er mogen wel een paar verdiepingen op zitten, dus even kijken. De vloer moet natuurlijk... Ik denk dat ik hem van hout maak gewoon. Echt gewoon zo'n schuur eigenlijk, waar je dus zeg maar de oude stuff bewaart. Het ligt eraan hoeveel hout dat we hebben, want anders zou ik offscreen nog heel eventjes wat hout moeten farmen. Maar we hebben 489 hout, dus ik denk dat we wel goed zitten. Fiverr die zal er ook wel heel erg tevreden over zijn, tenminste dat hoop ik wel van Fiverr. Dus is dit groot zat? Ja, ik vind dit groot zat. Oké, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6... Greep. Maar trouwens, nee, doe maar even eentje hoger, zodat we zeker ervan kunnen zijn dat we dus nog daar een mooie. Dus doe maar eentje hoger. En dan zo. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan nog eentje hoger, zo. En dan wordt hier dus, zeg maar, wil ik het schuine dakje even maken. Zodat we daar dan, zeg maar, nog andere items neer kunnen zetten. Dus 1, 2, 3, 4, 5... 6 is denk ik zat genoeg voor een huisje, dus... Oké, nou hier aan deze kant doen we dus precies hetzelfde. Even goed rekenen, eentje hoger nog. Zo, en dan 1, 2, 3, 4, 5, zo. En dan hier ook, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan nog eventjes een mooi zo'n dak maken, heel erg leuk. Moet een beetje subtiel zijn voor onze items die we dus zeg maar eerder gebruikt hebben. Wordt dit ons... mooie herinneringshuisje daarvoor. Misschien dat ik hier binnen eigenlijk de Wall of Awesome Comments ook kan maken. Ik bedoel, het gaat erom dat ik een bordje maak, zeg maar, met de naam van de YouTuber met de Awesome Comment van die dag, van die part. Dus ik weet niet precies hoeveel ruimte ik heb op een sign, dus ik weet niet of ik de hele comment kan plaatsen. Of alleen maar de naam, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar vergeet niet, als je geselecteerd bent, dan doe je automatisch mee met de giveaways. Dus zeker handig om dat te weten. Nou, als ik dit nou eens eventjes zo mooi uithak zo... Met... Ah nee, deze moet blijven. Deze moet blijven. Dat is lelijk. Zo. Oké, nou. En dan is het dus heel erg belangrijk dat ik dus even kijken. Ik denk dat ik dat in het midden maak. Dus even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. 12? Zou 12 goed zijn? Zou 12 goed zijn, denken jullie? Ik weet het eigenlijk niet. 12. Oké, dan gaan we gewoon eens even kijken wat deze. Kan ik die sprong halen? Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zit dit nou in het midden? Ja, toch? Of zie ik dit nou? Even kijken, die is 12 lang. Ik ga heel eventjes natellen. Even wachten, geef me een seconde. Ik ben gewoon een kleine dummy. Ja, dat is 12. Dus wat ik hier dan wil doen, is ik wil dan hier ook, zeg maar, heel mooi zo een ritje maken. Zo, en dan hier. Ach, kom op, ik weet dat ik die sprong net kan malen. Halen, dus niet zo moeilijk doen, Rudy. Oké, nou, en als ik dan eventjes 6 houten plateautjes zo maak. 1, 2, 3. En dan hier ook. Dan heb ik alleen nog maar heel eventjes het houten muurtje nodig, zeg maar, om eventjes voor de achtergrond te doen. Ik vind het wel leuk om zo'n houten huisje, zeg maar, te maken voor onze equipment. Het was een idee van een Amerikaanse makker van mij. Dus jij bent een echte bunny. Heb ik nou 2 bunnies? Maar ik wil wel zeggen, ik heb er 2 die me volgen, volgens mij. Oké, nou, ik wil de fout die ik in aflevering 1 heb gemaakt niet nog een keer maken, dus ik ben er heel voorzichtig mee. Dus even kijken, wat ik eventjes wil hebben is... Heb ik dat trouwens niet meer in mijn bouw zitten? Want ik weet dat ik veel nodig heb, maar... Oké, nou, dan hebben we daar. We hebben die kroonluchters, die kunnen we daar dan ook mooi even ophangen. Die hier hebben. Dus ik weet dat ik meer nodig heb, dus laten we heel eventjes wat meer wooden achtergrond maken. Ik denk dat dit zat is. Kom van eigen achter. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb deuren nodig. Ik heb nog even 2 deuren nodig. Deze die heb ik even nou niet nodig. Dus die mag even weg. Mag die even terug in de bouw. Zo. Dadelijk doe ik heel eventjes dat spul verkopen. Maar ik ben eerst eventjes bezig met ons luxe huisje. Waar waarschijnlijk de Wall of Comments gaan komen. Dus dat ligt eraan. Moeten we heel eventjes gaan kijken. Even kijken. 1, 2. Zo. Misschien ook heel leuk om dan hier zo'n straatlantaarn neer te zetten of zo. Tot het echt een villagehuis wordt of zo. Of echt gewoon zo'n dorpje. Lijkt me echt leuk om te maken. Waar is mijn wal? Daar, oké. En ik zal heel eventjes voor de sake of... Maar trouwens, ik ken hem niet. Waar is hij? Daar. Oh, trouwens, tijdens die fast forward is er een garden shackle gedropt door een zombie. Dus dat houdt in dat we dus, zeg maar, extra defense kunnen hebben. En die heeft nog eens een extra bonus van 2 defense. Dus hebben we gewoon 3 defense. En de Demolitionist. Ik kan heel goed spreken, jongens. Die is gearriveerd en dat is onze bommenverkoper. Dus zeker een handig gastje om bommen bij aan te vullen als je geen bommen meer hebt of granaten. 1000 bommen en granaten! Ja, dus hoe heet die hij nou? Ik zal daar wel even kijken nog een keer. Dus dit wordt onze schuur. Ik denk echt dat we hier meer als genoeg ruimte hebben om dus, zeg maar, signs op te hangen. Dus, de comments trouwens, die springen nou wel al binnen van part 1 en part 2. Aangezien dat... die heb ik even snel gelijk ook bewerkt voordat ik verder ging met de opnamesessie. Aangezien dat, ja, ik moet... andere dagen heb ik ook nog, zeg maar, dat ik Meat Boy weer op moet nemen. Natuurlijk komen er ook weer opnamesessies voor de Mario Kart series. Die ik bij de Towler altijd samen mee help opnemen en zo. Dus, want de Towler die maakt daar echt een geweldige serie van. Dus ja, ik ben nou ook al gelijk even weer begonnen met de laatste 2 afleveringen op te nemen voor deze week. Dus hoe heette die? Ik wil dat weten. Dus Kyla? Even kijken, je hebt Edmund. Of Bear, dat klinkt echt nogal Russisch. Of Bear. Ik kan absoluut geen Russisch accent, maar dat maakt niet uit. Oké, dus we hebben niet genoeg wall. Ik heb meer wall nodig, jongens. Oké, ik denk dat dit er genoeg is. Zou dit genoeg zijn om het af te maken? Hoeveel wood heb ik nog over? Nog zat. Oh, en nou ga je mij vertellen dat ik die sprong niet kan maken. Ik weet dat ik die sprong kan maken, dus... Oh. Ik heb het echt net hoog genoeg gemaakt, zeg maar, om die sprongen te... Ik heb het net hoog genoeg... Moet ik echt gewoon een running... Moet ik echt momentum hebben om die sprongen te maken? Kom op, zeg. Nee. Zo dan. Dus ik denk dat we hier zeker... Ik denk dat ik gewoon aan de onderkant ga beginnen met... De mannequins te maken, zodat we die, zeg maar, onze oude armen kunnen geven. En dat ik de 2e verdieping, onze weapon racks, die we dus gebruiken, dat ik die dan daar kan plaatsen. En nog net niet genoeg, hè? Nou,
Nou ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want dan kan ik gelijk eventjes hier even kijken. Waar hebben we die achtergrondmuur? Ik heb hem nou al een paar keer geselecteerd. Hè? Ik heb hier ook al signs. Hoeveel kost een sign eigenlijk? Niet zoveel, denk ik. Any wood, 6. En dan krijg je een sign. Oké, nou, dat valt wel mee. Sta ik bij de workbench? Ik zie nog niet eens waar ik sta, man. Hier, wood wall. Ik denk dat 50 nou wel genoeg is. Zo, 50. En dan kijk ik heel eventjes naar onze sawmill. Want dan kan ik alvast eventjes een paar mannequins maken. Je kunt ze ook 4 wel maken, maar voor de sake laten we gewoon een paar mannequins maken. Laten we beginnen met 6. En ook eventjes alvast een paar 6. Denk ik dat er wel genoeg zou zijn. Weapon racks. Ik denk dat ik hier wel tevreden over ben. En dan kan ik die dadelijk ook hier even gelijk plaatsen. Dus... Nou maar raden, ik heb net niet genoeg zeg maar momentum om dat plateau te halen, maar ik kan wel die hoek maken. Slaat nergens op. Spel is kieskeurig voor mij vandaag. Oké, nou. Oké, dat is klaar. Dan wil ik hier mooi een kroonluchtertje hangen. Laten we hier een extra toortje even neerhangen voor extra verlichting. Hier precies hetzelfde. En dan wou ik eigenlijk zeg maar hier alleen maar toortjes neerhangen. Want anders kunnen we dus zeg maar niet de weapon racks hangen. En dat zou nogal zonde zijn. Dus dan kunnen we die andere chandelier bewaren voor later. Dus zo. Het hoeft niet per se cinematisch goed neergelegd te zitten. Dus gewoon als het maar goed verlicht is, ben ik al een blij konijntje. Net zoals onze vriend Fiverr. Goed. Nou, eventjes wel een kleine afstand houden van de deur. Jij moet deze kant op staan. 1, 2, 3... Ja, laten we het een beetje alvast zo maken dan. Zo, 1, 2, 3. En dan kunnen we dus zeg maar onze eerste tools kunnen we dus zeg maar alvast hier op plaatsen. Dit was onze eerste armor. Het is bijna niet te zien. Kan hier boven dan nog een weapon rack? Oh, dat kan ook nog. Mooi. Dus kan ik er 2 hangen hier? Oh, nice. Ik kan er hier 2 hangen. Kan ik hier ook 2 hangen? Zo niet, dan schuiven we gewoon die candle eentje op. Ik bedoel, waarom ook niet? Candle, jij moet een beetje opgehangen worden. Of verplaatst worden. Oké, kan ik er hier nou 2 hangen? Dat zou geweldig zijn. 1, 2, helemaal goed. Oké, want dan kunnen we daar zeg maar onze eerste zwaard die we hebben gebruikt, kunnen we nou hierin plaatsen. Onze koperen zwaard. Ik vind dat gaaf. Ik vind het gaaf zodat we dat zo neergezet. En dan denk ik dat ik hier alvast een beetje ga beginnen zeg maar met de Awesome Wall of Commons. Want daar kunnen we nog helemaal voor gooien later. Dus even kijken. Dan zou ik alvast hier even 2 weapon racks alvast plaatsen. Vult alvast een beetje. Hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Dus dan hebben we dat klaar. Nou, ik ben tevreden over dit. Het was een beetje een creatief iets. Dus wat ik ga doen is... ik ga jullie danken voor deze aflevering. Het was een bouwaflevering. Hoort er ook een beetje bij. Heb je nog een leuke suggestie of idee voor de Wall of Comments? Laat het weten in deze reactie. Misschien kan ik het nog alvast bouwen of aanpassen in aflevering 6. Wie weet. Ik ga heel eventjes zorgen dat de wereld wat vlakker wordt. Die berg die ga ik helemaal... plat mijnen. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering. Dus dank jullie wel voor het kijken. Heb je een leuks momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Of als je een leuk idee hebt voor het bouwen, laat het zeker weten. Misschien doen we er dat wel mee. Misschien doen we jouw idee wel in Terraria, wie weet. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Terraria. Bedankt voor het kijken, jongens. En bedankt voor de support. Doei!